Ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem krijgt maandag de 13e een speciale netvliescamera, waarmee blindheid bij couveuse baby's kan worden voorkomen. Rijnstaat krijgt de camera van het Oogfonds. En daar zijn we heel blij mee uiteraard. We hebben al jaren een beetje een oogje op deze camera, want het is een heel handig instrument. Maar natuurlijk kost dat een hoop geld en het is altijd een afweging in het ziekenhuis waar een potje voor is. Maar nu werd het dus, eind vorig jaar hoorden we dat ons werd aangeboden door het Oogfonds en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Zeer vroeggeboren baby's lopen risico op premature retinopathie, afgekort heet dat ROP. Door deze afwijking in de ogen kan het netvlies loslaten met blindheid of slechtziendheid als gevolg. Tijdige diagnose en behandeling voorkomt blindheid bij 90% van de kinderen. De ogen van een baby een dagje eerder of later behandelen kan het verschil betekenen tussen blind en niet blind. Nou, dat kan bijna één dag, is misschien heel krap, maar je moet er echt wel heel snel bij zijn. En het kan in sommige gevallen ook een heel agressief verloop hebben. Dus het is wel heel belangrijk dat je een screening echt heel goed op tijd afspreekt. En het is ook heel belangrijk dat je kunt overleggen met een universitair medisch centrum om eventuele behandelingen op korte termijn af te spreken. Het oogonderzoek kan het beste worden gedaan met een netvliescamera. Maar deze camera's zijn erg duur en weinig ziekenhuizen hebben er één. Vervoer van de baby's naar andere locaties in het land is natuurlijk erg belastend voor hun hart en longen. En daarom streeft het Oogfonds naar meer camera's op meer locaties. Nou, eigenlijk wel, zeker in de grotere ziekenhuizen zoals Rijnstaten is. We hebben hier een uitgebreide afdeling waar veel couveuse baby's liggen. Wij kijken ook heel regelmatig naar deze kinderen. En dat is met je gewone onderzoek wel behoorlijk goed te doen. Maar dan kun je niet vergelijken. En zeker als je dus moet overleggen met een universitair medisch centrum, is dat heel belangrijk dat je ook echt goed weet van elkaar wat je ziet. En daar is zo'n camera natuurlijk bij uitstek geschikt voor, want dan kun je heel goed gegevens overdragen en hoef je inderdaad niet een kind te verplaatsen, want die kinderen zijn heel klein, heel kwetsbaar en dat is soms echt liever niet gewenst. De netvliescamera kan een oogafwijking opsporen, waardoor tijdig een diagnose kan worden gesteld en daarna kan onmiddellijk de behandeling beginnen. Op deze manier kan blindheid dus in 90% van de gevallen worden voorkomen. Dat is ook heel veel. Het is inderdaad iets wat je preventief doet. Die retinopathie, zoals we dat noemen, die komt niet heel veel voor. Maar als het er is, dan moet je daar dus wel op tijd bij zijn. Je werkt preventief. Dat is het belangrijkste hiervan. En daarom worden toch alle kinderen vanaf 32 weken zwangerschapsduur en vanaf 1500 gram geboortegewicht gescreend. En een deel daarvan kun je dus op tijd behandelen en daarmee de blindheid voorkomen. Op de A325 tussen Elst en Arnhem en op de pleiroute, de N325, worden sinds deze week vrijwel dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. De maximumsnelheid op de A325 is 3 jaar geleden verlaagd van 120 naar 100 km per uur. Uit metingen van de provincie bleek echter dat 30% van de bestuurders die limiet aan de laars slapt. De politie wil het hoge aantal snelheidsovertredingen nu gaan terugdringen. Verzekeraar Mensis, een van de hoofdsponsors van Vitesse, eist publieke excuses van de Arnhemse Eredivisieclub in de kwestie rond de Israëlische speler Mori. De zorgverzekeraar is teleurgesteld dat de club Mori niet heeft meegenomen naar een trainingskamp in Abu Dhabi, omdat hij vanwege zijn nationaliteit zonder een visum het land niet zou binnenkomen. Dat schrijft de Mensis bestuursvoorzitter Roger van Bokstol in een brief. Vitesse heeft ontvangst van de brief wel bevestigd, maar reageert niet op de kwestie zolang het op trainingskamp is. En horecaondernemers in de grensstreken die gaan in Duitsland hun vaten bier inkopen. Door de hoge accijns in Nederland is een fust bier van 50 liter in Duitsland tot 20 euro goedkoper. De bieraccijns is in 2013 al met 10 en nu per 1 januari weer met 6% verhoogd. In ongeveer 1 jaar tijd waren er volgens de douane in Nederland 132 klachtmeldingen over biersmokkel langs de grenzen met Duitsland en België. De Nijmeegse Vierdaagse dan, die krijgt in 2016 als de 100ste editie van het internationale wandelevenement gehouden wordt, met de zogeheten Special Driedaagse, mogelijk eenmalig een zusje. Voorwaarde is wel dat de komende zomer de Special Olympics in 2016 naar de regio komen. De wandeltocht zal dan gratis zijn en de tocht loopt door Wijchen, Nijmegen en Groesbeek. Anton Jansen, trainer van NEC, is ervan overtuigd dat NEC de tweede helft van de competitie ingaat met 2 nieuwe spelers. De trainer heeft van de leiding van de Nijmeegse Eredivisionist min of meer die toezegging gekregen. Het zou gaan om 2 cruciale posities.
Het Nijmeegse team zit deze week nog op trainingskamp in Zuid-Spanje. Het is weer vrijdag. Maar dan ben ik wel weer Ja, we zijn allemaal een beetje wild. Gooi je haar los, scheur je door de weekse kleding van je lijf. Leven uit je hart. Inderdaad, leef je hart uit. Het is weekend. Nou ja, bijna dan hè. Dus nemen we nog even de week in het kort met je door. Want misschien is 2014 wel zo snel begonnen dat je het nieuws hebt gemist. En dat willen we niet. Maar dan ben ik wel weer Precies, dan word je toch een beetje opgefokt. Nou, geen nood, we nemen je even mee terug naar maandag 6 januari. Toen lieten we zien hoe een windvlaag in 10 seconden tijd een compleet bedrijf aan gort kan blazen. Het is klopt, iedereen die nou nog onder klas loopt, moet allemaal een helm op vanwege de veiligheid. Ja, kijk maar eens goed, de ravage is enorm. De kassen van dit bedrijf zijn letterlijk opgetild en uit alle mogelijke voegen getrokken. Zeg maar een beetje alsof er een B-52 bommenwerper overheen is gevlogen met een enorme hekel aan kasplantjes. Even Apeldoorn bellen. Wel verzekerd, de vraag die iedereen bezighoudt natuurlijk. Ja, dit is herbouwwaarde, dus zoals het er nou uitziet wordt het slopen en terugbouwen. Wel verzekerd, nou dat is dan weer een gelukje bij een ongeluk. Maar ja, als je dit aantreft, dan voel je je toch een beetje... Ja, precies. Nou, naar de dinsdag 7 januari dus. Vakantiepark De Groene Heuvels in Ewijk. Die heeft enkele huisjes tijdelijk beschikbaar gesteld voor de bewoners van het door de brand verwoeste schoolgebouw aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. En Kanaal 13 TV zocht de studenten op in hun nieuwe omgeving. De ergste schrik van de dag zelf is wel een beetje gaan varen, maar... Ja, het leven van een student is al zwaar. En dan kom je ook nog eens door een brand in een soort van ongewenste versie van John de Mol's Utopia terecht. Leven uit je haar! Ja. Je kunt wel proberen om positief te blijven, maar dat is dan wel erg moeilijk hoor. Je hebt geen jas meer om aan te trekken en de koelkast met bier die is ook al uitgebrand. Nou, gelukkig zijn er steunacties in gang gezet en mensen hebben al van alles geschonken. Nee, geen bier. Maar goederen. Kan je wel zeggen dat we nu al iets van 2300 euro hebben binnengehaald via verschillende bronnen? Van de dakloze studenten naar woensdag 8 januari, toen er in Arnhem een speciale quiz gericht op de brugklassers werd georganiseerd. De Pieper of the Year. Nou, wij organiseren vandaag een quiz voor brugklassers uit de regio Arnhem en Nijmegen. Het is leuk, het is gezellig, educatief verantwoord. De test kennis, geheugen, inzicht in vaardigheden van de kleine brugpiepertjes. En daarmee... is het een aanloopje naar de grote school voor deze aardappelfluiters. Ja, een nieuwe school beginnen als brugpieper van het jaar, dat is toch wel een droomstart. Dat kan niet iedereen op zijn cv schrijven. Tot besluit, de donderdag. Bremen liet zien dat de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Groesbeek zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Special Olympics. Dat is een nationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in 2016. Prachtig gebied Nijmegen, Wijchen en Groesbeek. Dus ik ben er heel trots op dat we het ook echt met z'n drieën doen. De Special Olympics zijn een initiatief van de zus van John F. Kennedy. Zij begon in 1963 met het organiseren van zomerkampen voor mensen met een verstandelijke beperking. Special Olympics Incorporated. Het is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie waarbij meer dan 180 landen zijn aangesloten. Te gek natuurlijk als we dat naar onze provincie kunnen halen. En we sluiten dit weekoverzicht met de voordracht van Bob, die op onnavolgbare wijze een gedicht uitbeeldt. Leven uit je haar! Fijn weekend en tot volgende week!